Hebben ze je gevraagd om hier burgemeester te worden? Ja, Bella vroeg dat. Dat is maar voorlopig, hè, Betty. Tot aan de verkiezingen. Verkiezingen? Ja, er zijn wellicht nog dieren die kandidaat zijn. En wat moet jij dan voorlopig doen? Ja, wat regeltjes bepalen. Nu doet iedereen maar wat. En de kinderen? Wat met de kinderen? Een schooltje zou toch wel interessant zijn, dat ze leren wat mag en wat dan niet mag. Dat krokodilletje van Sissy heeft al 2 kippen opgegeten. Levend, hè? De een was de onthaalmoeder en de ander verkocht eieren op de markt. Kinderen kunnen soms toch vreed zijn. En misschien een politieagent, want echt veilig voel ik me hier niet de laatste tijd. Daar heb ik al iemand voor op het oog. Ik heb nog een broer die altijd op eieren zit. Dat is een broeder. En een andere is een monnik. Een monnik schier. Ja, een onkel van mijn buurvrouw, die is ook missionaris bij de wilde dieren. Misschien kent hem wel. Pater Baviaan.